Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die niet kerk bestaan vervoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats en hoef je nooit meer een video van mij te missen. Het is dus maandagochtend en dat betekent natuurlijk een nieuwe weekvlog. Ik heb in de ochtend eerst les tot 12:30, daarna komt iemand langs die me gaat helpen met de boekhouding. Echt super chill en daarna heb ik een afspraak, want ik ben uitgenodigd voor een talkshow voor hier in de buurt. Dus super benieuwd daarnaar. Ik heb alvast even mijn haar gesteld en allemaal cremmetjes omhoog gesmeerd. Ik ga me nog niet opmaken. Ik heb dit blouseje aan van Shein. Ik moet hem alleen denk ik nog wel een klein beetje strijken, want hij is hier een beetje kreukelig. En een legging en ik heb gewoon lekker mijn slofjes aan. Ik ga nu eerst een koffietje maken en... Daarnaast moest ik vanuit school een 14-daagse challenge bedenken. Dus dat ik 2 weken lang een bepaalde challenge ga doen. En waar ik voor heb gekozen is lezen van een boek. Ik lees nooit, gewoon echt nooit. En ja, dat wilde ik eigenlijk wel graag doen. Ik heb namelijk hier een boek liggen die ik moet lezen voor school. Dus ik dacht, nou, ik moet even liggen in één klap. Dus ik ga elke ochtend een stukje uit mijn boek lezen. Dus ik ga nu een koffietje zetten en een stukje uit het boek lezen. Dit is trouwens het boek dat ik heb voor de vragen van mensen die het willen weten. Dit is het boek. En ik heb er nog niks uit gelezen, dus ik weet nog niet of het een leuk boek is of niet. Ik heb voor lunch een paprika sandwich gemaakt. Dit zag ik dus voorbij komen op TikTok. En dan heb ik cream cheese, ham, ui, tomaat, wat kruiden en zo gedaan. En dan is dat zeg maar soort je brood, de paprika. Misschien kan ik het wel even goed laten zien. Kijk, zo. En dan een beetje sriracha. Always. En dan heb je dus echt lage calorieën. Ik kan even kijken hoeveel het was. Dit bij elkaar met de kiwi was 200 calorieën. Dus dat is echt niet veel. Dus dat is super chill. Alright, ik zit nu in de auto. Het is 3:00. Ik ben nu onderweg naar de afspraak die ik heb. Het liep net iets uit, dus ik ben nu een beetje aan de late kant. Maar het liep helemaal niet uit, maar het duurde langer. Ik weet niet wat ik zeg. In ieder geval, ik ben gewoon te verkeerd met tijd ingeschat. Wat zeg je allemaal? Ik heb de tijd verkeerd ingeschat, waardoor ik nu iets later aankom op de andere meeting. Want ik heb echt geen idee wat ik kan verwachten. Ik ben dus door iemand benaderd of ik mee wil doen met een of andere talkshow voor inspireren van jongeren. Maar ik heb verder echt geen idee wat... Hoe en wat, zeg maar. Dus nou, daar ben ik nu naar op zoek naar toe aan het gaan. Ik kan echt niet praten. Ik weet echt niet wat het is. Maar oké. Ja, ik ga nu... Ik zit in de auto. Ik ben net klaar. Het was echt super leuk. Het is een talkshow over voor hier in de buurt. Voor om jongeren eigenlijk te helpen nu in de coronatijd. Het was echt een super leuk gesprek. Ik ben nu bij de supermarkt. Ik ga heel veel boodschappen halen voor vanavond. Ik ga lekker pasta pesto maken. Heel lekker. Dus ik moet wel even dingetjes verhalen. Maar ik had ook nog een fles vodka gekregen. Nou, dat is echt iets voor mij. Love it. En een lief kaartje. Nou, ik ga nu even boodschappen doen. Het is inmiddels avond. Ik heb net de hele weekvlog geëdit. En ik ben nu aan het uploaden. Alleen de wifi is echt afschuwelijk. Ik weet dat het is, maar het laat echt gewoon niet. Ik ga zo meteen even lezen. Want dat is dus mijn 14-daagse challenge. En ik heb nog niet zo heel veel gelezen vandaag. Dus ik wil wat meer lezen. En ik ga nu eerst even lekker mijn make-up eraf halen. En... mijn omkleden, lekker pyjama aan, een kopje thee pakken, want ik heb het echt super koud op een of andere manier. Ik heb echt het gevoel dat mijn vlogs zo saai zijn, omdat ik gewoon echt niks doe. En ik hoop echt dat jullie het leuk vinden, jongens. Echt, ik probeer echt mijn best en ik probeer echt er alles van te maken, maar... het spijt me. Ik weet gewoon niet wat ik kan filmen soms. Echt stom. Morgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb best wel vroeg opgestaan en ik heb ook mijn challenge gehad van 14-daagse challenge. Ik had om 9:00 mijn wekker gezet. Toen heb ik even 20 minuutjes gelezen. Toen ben ik lekker gaan douchen. En toen had ik online les. Ik heb ook even opgemaakt tijdens de les. Want dat is nog niet zo boeiend. Ik heb nu nog steeds les, nog een uurtje of zo. Ik ga zometeen een superleuk pakket laten zien van Comcat Fashion. Allemaal leuke items gekregen, dus die wil ik sowieso laten zien. En ik heb nu dus daarom gewoon een trui en een sportlegging aan. Want ik ga zo meteen toch allemaal items aandoen.
Ja, ik heb geen foundation op, dus ik heb het ook niet echt nodig. Ik heb het gewoon echt totaal niet nodig. Nou, mijn online les is klaar. Ik heb nu lekker lunch gemaakt. Ik heb zelf eiersalade gemaakt. Met gewoon gekookte ei, heel klein beetje mayonaise, yoghurtnaise, dat is met een beetje yoghurt. En nog gewone yoghurt erbij en gekruid. En ik heb een kiwi'tje. Oké, het is inmiddels bijna 2 uur. Ik heb net geluncht. Oh, hoe kan daar al 2 uur zijn? Ik heb tot 1:30 les gehad. Nou, ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb net even een paar YouTube video's gekeken. Ik ga de items van Comcat Fashion laten zien. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. En ik moet ook nog echt naar school. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb hier de zak met spullen. En ik ben heel erg benieuwd. Ik zie als eerst dit. Wat zit hierin? Oh, hier zit de zonnebril in. Handig. Hey babe, thank you. Oké, in ieder geval een hele leuke zonnebril. I love it. Ik heb deze dus ook in het bruin met stippels. Maar ik wilde hem ook in het helemaal zwart. En Comcat Fashion heeft hij dus. Heel erg leuk. I love this. Ja, dit is echt een leuke zonnebril. Ja, love it. Dan heb ik hier een heel erg leuk topje. Topje. En deze heeft dus vullingen. Dus je zou in principe geen BH erop hoeven doen. En dan zit het hier zo gestrikt met lange mouwen. Dus ja, echt super leuk topje. Ik zal me aan. Oh my god, dit is leuk. Dit is echt heel erg leuk. Ik heb nu wel een BH eronder, maar het zou dus in principe niet hoeven. Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. En vooral op een jeans natuurlijk. Heel leuk topje. Vooral op een zwarte jeans of zo. Dat is leuk. Het volgende is... Oh my god. Dat was ik helemaal vergeten. Ik dacht dat het een legging was. Dit is een leren broekje. Dit is echt vet leuk voor de zomer. Ze hebben dus een nieuwe... lentecollectie online. Maar kijk hoe leuk dit is. Dit is ook echt leuk met gewoon een panty eronder. Oké, ik ga dit even passen. Oh, wat een leuk broekje. Hij zit ook echt perfect gewoon oprecht. Hij is niet te kort, maar helemaal leuk. Ja, ik moet het even omhoog halen, anders zit hij raar. Ziet hij ervoor. Ik heb hem wel in de maat L, by the way. Dus dan, moet je, dan weet je dat. Nou, ik vind hem echt heel leuk. Dit ga ik echt heel vaak dragen, dat weet ik nu al. En is ook lekker high-waisted. Love it. Dan 2 dozen. Oh ja, dit zijn hele leuke slippertjes. Kijk hoe leuk. Zijn beige. Heel leuk is dit. Oh, dit is zo schattig. Dit maakt je outfit echt leuk als je in de zomer slippers wilt dragen. Want slippers vind ik echt gewoon lelijk. Oké, ik ga ze even passen. Ik heb gewoon in de maat 38 volgens mij. Ja, ik heb ook maat 38 dus. Nou, dat is perfecte maat. Wauw, ik zal echt niet de maat groter hoeven. Dit is echt perfect. Kijk hoe leuk dit is. Gewoon super leuke trendy slippertjes. Hoe cute staat dit oudje bij elkaar. Die slippers zijn echt dezelfde kleur als deze top. Vet leuk. Oh, I love it. Oké, dan... Oh, ik zie hier ook nog. Ik heb hier een rokje. Heel schattig. Oh, wat cute. Met allemaal stipjes. Heel schattig. Leuk met hoge laars of zo. Het is wel echt een super schattig. Heel erg lief en schattig. Met stippen en oeh. Ik ben al helemaal summer ready, joh. Dan heb ik hier nog. Een doos. Net. Oh ja, dit zijn witte sneakers. Ik heb namelijk witte sneakers en die zien er niet meer uit. Dus ik heb nieuwe. En dan kan ik die oude gewoon lekker voor werk houden. En dan deze gewoon voor mooi. Ik hoop dat ze goed zitten. Wat is dit dan? Oh ja, dit is een heel leuk jurkje. Oh nee, een jumpsuit is het. Het is een jumpsuitje. Oké, ik doe nu die jumpsuit met de sneakers aan. Dan heb ik meteen 2 vliegen in 1 klap.
Oké, allereerst, hoe leuk is deze jumpsuit? Dit is echt mijn favoriet, denk ik. Hij zit super mooi, heel erg leuk. Ja, dit is echt mijn favorite. Dit vind ik echt heel erg leuk. En de sneakers ook. Ja, het zijn gewoon witte sneakers. Ik kan niet heel veel fouten gaan of zo. Heel leuk ook. Ja, love it. Love it, love it, love it, love it. Check de link in de beschrijving voor Gone Get Fashion nieuwe collectie. Spring collection is echt heel leuk. Ik ben helemaal lente ready. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het echt bloed en bloed en bloed heet hier op mijn kamer. Het is ook echt mooi weer en ik heb een trui aan. Dus ik ga even een shirt aandoen en ga ik koffie zetten en dan ga ik zo meteen naar mijn werk. Het is echt best wel koud, maar wel echt lekker weer hoor. Echt het zonnetje schijnt. Oeh. Oké, ik heb me... Nou, niet omgekleed. Ik heb gewoon even een jas aangedaan. Dit is gewoon een chille jas, want die is lekker kort. Dus dat is chill mijn bezorgen. Ik heb het heel tijd in en out die auto. Ik ga nu naar mijn werk. I love the sun. I love the blue sky. It makes me happy. Oké, bye guys. Oké, ik ben inmiddels thuis van mijn werk. Ik heb mijn tas ingepakt en Stan komt me nu ophalen. Ik ga gezellig naar hem toe. Morgen gaan we super lekker de hele dag shoppen in de Westfield Mall in Den Haag. Die is dus nieuw, dus ben ik echt heel erg benieuwd naar ja, hoe dat gaat zijn. En het schijnt dus een van de grootste malls van Europa te zijn. Of van Nederland of van de wereld. Nee, niet van de wereld. Dat is echt bullshit. Van Europa volgens mij. En ik neem mijn boekje weer mee, zodat ik morgenochtend kan lezen. Want Stan moet morgenochtend eerst werken, dus dan kan ik verder met mijn challenge. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. We hebben een beetje stress, want we zijn een beetje te laat. Of een uur. Minder dan een uur hebben we die afspraak al. We moeten er nog heen rijden. En moeten nog ontbijten. Ik heb heel snel make-up gedaan, waardoor mijn wimpers echt niet willen meewerken. Maar ja, ik heb dit topje aan van H&M. Broek van H&M. Wow, valt tegen de muur aan. En een blazer van Naked. En dit is mijn enige jas bij mij als vergeten. Het wordt veel te koud. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, we zitten nu in de auto. We zijn aangekomen. We zijn iets laat. We hebben zeg maar nu een afspraak bij de Nike Store. Maar dat heb ik niet gehaald. Hier is dus een mall. Je kan hier erin rijden met de auto. Maar kan je er dus ook in als je wil lopen of zo? Dat weet ik niet. Als heb ik ook Starbucks. Oh nee, dat is van de Shell. Oké, nou ja, in ieder geval. We hebben dus een hele schema gemaakt met tijdschema en zo. En we gaan eerst naar de Nike Store, want daar wil Stan heel graag heen. Ik ga sowieso niet heel veel kopen, want ik heb niet echt heel veel nodig. Maar het is sowieso gewoon leuk om lekker te shoppen. En we willen ook nog naar de Bijenkorf, maar dat is zeg maar in Den Haag zelf. Dus daar moeten we dan hierna nog heen. En dan gaan we heel misschien, als het echt lekker weer is, willen ook nog naar Scheveningen gaan. Want dat ligt natuurlijk echt naast Den Haag, dus dat is misschien ook wel leuk. Maar ik ben echt benieuwd. Nou, we zijn er hoor. We hebben echt alleen nu een afspraak, dus dat is echt kut. Al 10 minuten lang, dus we hebben nog maar 20 minuten over. Maar het is hier heel groot, dus we moeten even kijken waar we heen moeten. Stan heeft al een paar leuke dingen gekocht. En we gaan nu zo'n bubble tea halen hierbij. Je hebt hier zo'n yo-yo fresh bar, I don't know what the fuck het is. Je kan dus hier orderen. En dan kan je... Maar ik weet helemaal niet wat lekker is. Gewoon zoiets of zo. Dat zie je nee. Vaak. Wel. Maar dat is een milkje, hè? Ja. Milk tea. Zoiets, dat zie ik vaak hoor. Je beter gewoon dit zoiets doen. Nee, dat wil ik niet. Dat is heel, heel zoet. Dat is beter. Dat is heel zoet. Nee, dat wil ik niet. Dan mag jij. Milkshake. Maar dit is echt een normale milkshake. Oké, we hebben dus de brown sugar milk. We hebben het dus met sojamelk en less sugar. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Dus we gaan het zien. Oké, we gaan het proberen. Here we go. Het is heel raar. Het smaakt gewoon naar melk. Met een beetje zoetigheid en een raar balletje. Stop, is dit vies? Weggooien hoor. Vind je dit vies? Gadverdamme, dit is niet te vreten. Oké, we vinden het niet zo lekker. We gaan het weggooien. Het is echt heel apart. We hadden echt beter iets anders kunnen kiezen. Maar ik zie dit altijd voorbij komen. Ik dacht, het is echt vet lekker. Maar ik vind het echt heel vies. Ik vind het niet vies, maar ik vind het ook niet lekker. Dus het is zonde om te gaan drinken. Jammer weer. Ik kom er soms van die ballen in je pack. Ja, ik kom allemaal ballen in. Ik vind het hier echt zo mooi. En Stan heeft echt niet normaal veel dingen geshopt. Echt allemaal leuke dingen. Zo nu in de Sting. Stan heeft weer echt allemaal leuke dingen. Het is echt niet normaal. Ik koop niet echt dingen voor mezelf, want
We hebben echt super korte tijd en ik heb ook niet echt wat nodig, eerlijk gezegd. Dus ja, hij heeft echt tassen vol en hij is nu ook weer dingen aan het afrekenen. Alleen we gaan wel twee dingen terugbrengen, want het is heel moeilijk bepalen. Want twee winkels hadden we natuurlijk als eerst en dan ga je toch net dingen kiezen dat je denkt, mooi. Dus één shirt en één kort broekje hebben we hier een leuker korte broekje gevonden, die gaan we terugbrengen. En daarna gaan we even eten en we moeten ook nog naar de Bijenkorf. Dus nou, we moeten even kijken nog. Oké, we zitten weer in de auto en we hebben lekker broodje gehaald. Laat zien. Met kipdinner. Heel lekker. Oh, en we hebben ook een wrap. Maar ik weet eigenlijk niet waarom we dat hebben gedaan. God, jongens, ik ben nu op zo'n leuke locatie. Ik heb dus dat gekocht. Op TikTok zag dat je 100 AliExpress pakketjes kon ophalen voor 50 euro. Dus ik heb 50 euro gepint en ik ga het nu hier ophalen. Ik ga echt stuk. Er staan echt zakken vol met van die pakketjes. En dan ga ik er video over maken. Dus hoe leuk. Die video komt zo snel mogelijk online. Misschien staat hij zelfs al online. Oh, dit is niet 50 euro. Maar kijk dan. Er staan echt gewoon zakken vol. Gewoon met allemaal van die zooi erin. Ik ga stuk, ouwe. Oké, jongens, ik ga zo de video opnemen. Maar besef hoeveel pakketjes dit zijn. Het zijn er echt meer dan 100 hoor. Ik weet niet. Maar er lijkt toch geen einde aan te komen gewoon. Het is echt ongelooflijk. Ik heb net de video gefilmd. Het is niet normaal. Wil je weten wat het allemaal is? Check de video. Ik ga hem zo snel mogelijk online gooien. Dus als jullie dit zien, dan staat de video sowieso online. Nou jongens, ik ben inmiddels thuis. Echt, ik ben helemaal dood op van deze dag. Het was echt zo'n leuke dag. Maar ik ben echt helemaal gesloopt gewoon. Echt, ik heb zo een voldaan gevoel van, oh, ik heb echt wat van mijn dag gemaakt. Echt wat met mijn dag gedaan. En ik dacht echt van, we willen echt vaker gewoon zoiets doen. Ik ga nu lekker douchen, want we hebben net gesport. Dat ging ik wel aan mijn hoofd zien, ik zie er echt niet uit. En ik wilde eigenlijk de video met editen en dan meteen online zetten, maar ik kan het echt niet. Ik ben zo moe. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik wil vandaag echt de video gaan editen, zodat ik eigenlijk vanavond online kan. Ik wil zo snel mogelijk online. Mijn haar is ontploft, omdat ik gisteravond heb gedoucht, dus ik moet het even stylen. En ik heb zo meteen online les. Alright, het is inmiddels al middag. Ik weet niet, heb ik mijn lunch gefilmd? Volgens mij niet. Ik had lekker meiswafels met kipfilet op. En ik heb de video afgeëdit. Hij staat zo. Ik heb de video geëdit, geüpload. En die komt zo meteen online van AliExpress. Echt heel erg benieuwd naar. Ja, ik heb nu dus online les. En daarna ga ik vanmiddag even naar de zonnebank. Naar Bo. Iedereen zei van, hoe kon jij naar de zonnebank gaan? Want elke zonnebank is dicht. Maar de zonnebank is hier dus blijkbaar open. Geen idee. Waarschijnlijk denken ze echt, YOLO, fuck de boete of zo. En daarna ga ik een avond eten. En dan ga ik na het avond eten een rondje lopen met Isabel. En daarna gaan we met z'n drieën, met Bo en Isabel en ik, nog bij Bo gezellig. Misschien een jacuzzi of iets gezelligs doen. Het is inmiddels 4:45. Bo die komt elke moment aan. Ik kom ophalen en dan gaan we lekker naar de zonnebank. Ik hoop dat ik weer een beetje bruin word. Because I'm a white ass chicken. I don't know what it is. Oké, ik ben inmiddels terug van de zonnebank. Ik heb echt een fucking rode kop, als je het kan zien. Ik hoop dat het bruin wordt. Ik verbrand echt bijna nooit. Dus ja, kleine kans dat ik verbrand. Dus ik hoop dat het gewoon lekker bruin wordt. Mijn lichaam is gewoon lekker bruin geworden. Dus dat is top. Ik ga zo meteen eten. Ik ga eerst even mijn boekhouding op orde brengen. Want ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Het is helemaal kut. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Ik moet vandaag de hele dag werken. Vanaf een uur of twee ongeveer. Ik denk dat ik rond 2 uur naar mijn werk ga, dus dat is prima. Ik heb nu een heerlijke heerlijke ijskoffie gemaakt in een Starbucks beker. En ik ga even editen. Oké, ik heb de hele ochtend geëdit voor de McDonald's mukbang. Die staat ook online, dus check het out. McDonald's mukbang met Isabel, super leuk geworden. We zijn even aan het uploaden en ik ga nu even lunch maken. Nou, ik zit te twijfelen. Het is nu 12:30 en ik wil ongeveer 2 uur naar werk, dus... Ik denk dat ik eerst weer lunch ga maken, want ik heb echt super veel honger. En daarna ga ik even douchen en zo en klaarmaken. Want I look like shit. Nou, ik hoef trouwens niet eens echt te douchen, maar helemaal niet vet of zo. Ik heb gisterochtend nog gedoucht, volgens mij. Gisteravond. Ik ben wel echt een stukje bruiner. Je ziet het echt niet op camera. Misschien zo. Je ziet echt wel dat ik een stukje bruiner ben. Yay. Oké, ik heb me even een beetje opgemaakt. Ik heb eigenlijk alleen mascara op.
een lijntje onder mijn ogen gemaakt. En ik heb een sportlegging aan en het shirt van Daily Paper. Ik krijg heel erg altijd vragen over, maar deze is denk ik niet meer beschikbaar. Ik heb deze al meer dan een jaar of zo, dus yes. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer zaterdag. Vandaag is een leuke dag, want ik ga naar de Veluwe met Nina, Esmee en Anne. Anne die komt er zo aan, ik heb het super veel stress. Ik heb me opgemaakt. Ik heb outfitje aan. Deze is van Shein, deze van de Bershka, broek is van de H&M, schoenen van Naked. Ik ben mijn spullen aan het inpakken en ik heb altijd zoveel stress. Ik denk altijd, oh, ik heb zat tijd. En dan opeens is het al fucking laat, dus opeens een uur verder. Dus ik ga snel even een paar spullen pakken. Ik hoop dat ik alles heb. Ik heb hier de tas. En ik heb hier nog een klein tasje. Anne die komt me zo meteen ophalen. En dan gaan we rijden. Het is ongeveer 1,5 uur rijden volgens mij. Maar ja, lekker roadtrip met de girls. Ik heb nu echt 100 jassen aan. Maar morgen gaan we zo'n e-scooter huren. Dus dan wil ik wel genoeg jassen bij me hebben. Weet je trouwens, ik ga deze jas nu uitdoen. Want het is veel te heet. Dit is gewoon prima. Het is namelijk echt super mooi weer. Eeuw! Waar? Waar is het zo lelijk? Oké. Ik heb deze superleuke zonnebril op van Naked. Maar die doe ik op mijn hoofd. Oké. Okay. Ik ga. Waarom zet ik de ramen open? Nou, ik lijk wel. Oké, ik zit nu in de auto bij Anne en Nina. En wij, ik weet echt niet wat de fuck er gebeurt. We stappen in de auto en opeens zeggen we echt van, we hebben geen eten. Wat gaan we met avondeten doen? Wat gaan we daar überhaupt doen? Wat, er zit echt zo van, we gaan letterlijk naar een huisje dat helemaal leeg is. Ja! En we hebben letterlijk geen eten gehad, geen drinken, geen spelletjes mee, helemaal niks. Nee, nou ik heb dus wel spelletjes mee. Ja, nu wel. Maar toen gingen we Esmee ophalen, toen dachten we nee, we gaan wel naar de Vomar. Dan gaan we opeens eten halen. Maar we weten nog helemaal niet wat we gaan halen. Dus we liepen daar, wat de fuck gaan we eigenlijk halen? Dus uiteindelijk hebben we 2 flessen wijn, limoensap, vanillearom en eieren. Voor een halve cocktail die we nog niet eens hebben. En we hebben ook geen cocktail shaker, want die ligt weer bij Esmee, ja, de vriend. Hoe gaan we trouwens cocktails maken nu dan? Oh, moeten we even halen? Oké, ja, ik ook niet. Nee, we doen bij mij wel een dobber. Een dobber? Hoe noem je dat? Een dobber, ja. Een dobber, dat is toch voor vissen? Wat doen we nou? Een dobber, zo'n fles. Oh, ja, dat kunnen we ook wel doen. Waar is de shaker? Oh nee, ik heb ook nog wel een andere shaker waar ik vorige keer in had gemaakt. Ja, dat doen we dat wel. Maar ik heb inderdaad thuis ook nog een keer gemaakt. Ja, daarom. Maar sowieso hebben ze geen cocktailglazen daar, dus daar gaat het alweer fout. Ja, hallo. Dat kan. Gewoon in een vuurglas. Weet ik veel. Vuurglas. Weet het al. Wij zijn zo onvoorbereid. Oké, we mogen daar zeg maar nu, we mogen daar over een uur al zijn, maar het is nog 1,5 uur rijden. We moeten ook nog S ophalen. We moeten ook nog S mee ophalen. En boodschappen doen. We moeten nog boodschappen doen. We willen nog naar de Starbucks. We willen nog een broodje halen. En koffie. Ik moet koffie. Naar mijn huis en naar jouw huis. We gaan nu terug naar mijn huis om vodka te halen. Waar gaan we naar jouw huis? Ja, hoe gaan we naar jouw huis? We gaan niet meer naar huis of naar ons huis. Nachos. Maar dat is niet zo. Nee, natje. We gaan niet voor helemaal voor natje. Nee, dat is waar. Maar we rijden wel zoiets. Oh nee, maar dan kunnen we via die snellere route. Ik ben sowieso zat hier. Ik ook. Je bent helemaal zat. We stonden ook echt even. Ik ga een lijstje maken. Ja, hoe kan je het snelst van mij naar Adelandeveen? Dan ga je via. Ja, gewoon rechtdoor, langs die zegenbaan, zeg maar. Nou, ik heb ook echt geen make-up op. Ik weet echt niet wat er gebeurt. Echt wel. Ja, bijna niet. Het ziet er niet uit. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Oh, ik vind het helemaal niet nodig. Nou. Oké, lijstje. Ja. Drank. Nee, dat hebben we al. Nee, je moet wel echt precies opschrijven. Hebben we die wel? Oh, nee. Oh! Nou jongens, we hebben eigenlijk een soort van orde. Ja, dat is maar draai. We zijn onderweg. We zijn er over. Kijk, dat vind ik een half uur. We zijn over een half uur. Het gaat de goede kant op. Het is wel ondertussen al 4 uur. Half 5. Oh ja, 4 uur. We hebben lekker Starbucks gehaald. Lekker. En we hebben lekker Subway. Lekker, iemand voelt thuis wat ik nam, want ik had het in mijn soort gezet. Ik heb een ijskaramel latte met havermelk, maar ze hadden dus geen havermelk, dus dat niet helaas. Het is wel minder lekker. Hadden ze het niet, dat was op. Was op. Wat super populair is altijd.
Het is zoveel. Oh mijn god, we zijn er. Je ziet echt niks nog. Echt een muur. Ja, gaan we. Gelijk huis. Oké. Nou, dit is onze grot. Ja, een grot. Oké, we gaan even kijken. Wat zullen we op het strand doen? Ja. Op het strand? Kijk, we zitten aan het weer. Wow. Waar zitten wij nu dan? Hier. Kunnen we hier bootvuren? Het is wel leuk als een strand. Kampvuur op het strand. Misschien vinden we wel vrienden. Misschien vinden we wel vrienden. Dat zou wel leuk zijn. Oké, jongens, ik ga een huistour geven. Het is echt super mooi. Echt heel erg leuk. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van welk appartement. Appartement zeg ik weer. Welk huisje we zitten. We hebben nummer 36. Hier is dus de voordeur. Hier kom je binnen. Dan heb je hier meteen een badkamer. Lekker schoon. Dan heb je hier dus twee slaapkamers. Hier en hier nog één. Ja, ik heb gewoon een grote tas, moest erin. Oh ja. En heb je hier heel leuk een keukentje. We gaan vanavond weer lekker koken, dus dat is wel leuk. En je hebt gewoon, nou, echt super erg lekker de ruimte. Mooi. Ik moet het even hier laten zien. Ja, en het beste is dus buiten. Maar je moet even wat raam weer laten zien. Een beetje jammer. De deur gaat niet. Oh, er zit ook een kacheltje. Nou, dit is dus de tafel. Super gezellig ziet het eruit. Het ziet er ook echt lekker schoon uit, daar hou ik van. Hier, hij is open. En van buiten, hoe het eruit ziet, is echt het allerleukst. Je hebt hier een lekker zithoekje. En daar ook nog. Het is echt, je hebt echt gewoon een tuintje. Het is echt leuk hier te zitten. Ja. En ja, zo ziet het dus van buiten uit. Het is, ja, zo kan je het dus zien. Zoiets aan de overkant, dat hebben we ook. Echt super mooi. Heel erg leuk. Ja, maar ik heb niet eens gezegd dat ik wel als iemand. Ik wil gewoon deze kamer nemen. Hè? Of moet hij toch wel eentje lager? Even kijken. Nee joh, ik wil niet, maar gelukkig. Is dit beter? Ja, ik zou dit gewoon doen. En dan gewoon hier staan. Dan zie je ook het huisje een beetje. Ja. Oké, we zijn boodschap aan het doen. We hebben echt niet normaal veel. Dit zijn twee karretjes. En Esmee en Ton hebben ook nog allemaal zooi. Dus we gaan allemaal lekkere hapjes maken. Echt zoveel zin in. Oké, we hebben nu lekker een wijntje met een broodje en tip. Want het is nog best wel lekker buiten. Het zonnetje schijnt nog net. En dan gaan we zo lekker eten koken. Nou, we hebben een leuke tafel gedekt. We zijn aan het koken. Esmee zal lekker salade maken. Lekker. We gaan lekker truffelpasta maken. Doe je hem zo? Lekker balletjes, wijn. We hebben toetjes, nacho kit, helemaal lekker. Ik ook. Oh, jongens, kijk hoe leuk het eruit begint te zien. We hebben hier een lekkere truffelpasta. Oh. Een lekkere truffelpasta. Ja, dat is best. En we hebben hier nog balletjes en kipstukjes. Oh, en die garnalen. Waar gaan die garnalen doen dan? Nou, wat goed dit. Lekker. Weet je, kan. Lekker. Echt geïmproviseerd, maar echt lekker. Ja, heel top dit. Oké, er zit hier dus ook een strand. Dus we gaan nu naar het strand. En dan gaan we lekker Uno'en, wijntje doen. Lekker wijntje drinken. En dan gaan we de zonsondergang kijken. Nou, wat een goals. Komen jullie nog? Sassen? Sassies, even opschieten. Ja. Voor de duidelijkheid, voor de mensen die weten, Nina en Anne zijn nichtjes. Dat zijn allebei Sassen, dus misschien dacht hij dat ze zussen waren, maar ze zijn zo. Ik ga naar de loop opeens, jongen. Woe! Even lekker slokkie. Oké, jongens. Oké, ik ga nu een cocktail maken. Dus de Pornstar Martini. Oh, sorry. Sass! Ik dacht dat je het niet. Zou ik even vloggen? Ja, hier staat hij. Oh. We gaan even vloggen, oké? Ik denk, je zit in jezelf. Nee, ik ga gewoon vloggen, maar jij zit gewoon in jezelf. Ja. Je denkt, zij is zo'n vlogger, ze gaat gewoon in zichzelf haten. Maar hier is... Jezus. Wat moet jij doen nou? Wat doen? Atten. Op je atten. Ja. 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 Nina moet atten. Nina moet atten. Atten. At. Hey. Oké, wat heb je nodig? Passievrucht. Limoen en vanille, ja. Kom, we doen alsof we echt koffie shaken. Ja. Dan moet je vodka. Oh, dat mag niet. Oh, en ijsklontjes. Wie de fuck? Ja, wie legt de ijsklont in de koelkast? Wie legt het in de koelkast? Nee, sorry, Nina. Dat is echt Nina.
oké. Okay. Hij is rond. Zo lekker. Nee. Nee, nee, nee. Oké, we beginnen met de vodka. En hij is laatst. Eeuw, wat zit erin? Nee, zag je me niet. Oké, ziet er weer uit. Blaas. Waar moet dit dan? Oké, opnieuw. We doen vodka erin. Waar moet dit? We moesten vodka echt gewoon shaken. En waar moet dit heen? Hier. Zo is het goed. Dan doen we een beetje limoensap. Dat is lekker. Er wordt ook het eieren nog. Oh, het is helemaal rood. Limoen. Maar het is ook wel heel slecht licht dit. Oké, wat moet er nog meer in? Vanille, ja. Moet dat erin? Anne heeft zichzelf buiten gesloten. Nee. Waar is je passie terug? Oh, hier. We hebben nog eiwit nodig, zo, hè? Zo, dit ruikt wel echt heel lekker. Ruikt dit? Nee, ik bedoel eiwit. Oh. De eieren hebben we nodig. Nu is het. Hij ligt hier. Daar boven. Ja. Stop. En dan ijs? IJs klopt erin? Ja. Maar wat moet er dan met het ei gebeuren? Ja, eiwit. Er moet eiwit bij. Maar dan moet je toch mix of zo? Nee, dat moet hier ook bij. Je moet heel hard schudden en dan wordt het dit. Hoeveel? Eiwit. Die eieren. Weer! Eieren. Mag ik dat doen? Ja. Maar dan moeten we wel... Alleen het eigeel. Nee, eiwit. Eiwit. Ja, maar eiwit. Oh, we gaan splitsen in haar en dan gaan we... Wacht, ik ga dit wel pas een beetje schudden. Mionna. Oh, stop. Oh. Oké, tweede ei. Nee, tweede ei. Dit is helemaal fout. Ik ga echt mogen, jongen. Tweede ei gaat helemaal fout, jongen. Dit is echt een grap. Nee. Ja, alleen het witte. We hebben echt alleen het witte nodig. Hey, pak even die cocktailglazen. We hebben geen die we zogenaamd deden als cocktailglazen. Dit is trouwens ook echt geen cocktail. Sorry. Ik heb een truc. Heeft iemand mij het gegeven? Ja, je moet gewoon even zo. Doe nu al twee. Het ging goed, maar ik heb alle eigen jaren binnen al, maar ik schud even de cocktail. We gaan het eigenlijk niet meer bij. Ik had die mat, ik moet een beetje mijn hand gelijk. Oké, even erbij. Oké. Okay. Nee, kunnen we deze glazen gaan wij doen? Jawel, dat moet. Oké, okay, dus dan moet je een beetje eiwit erbij doen met alles. Alleen water in gezeten. Zoiets. Dit moet ook allemaal in water. Stop ook niet water. Nee, dit vind ik zo hoor. Gaat dit er echt in? Ja. Oh my god. Dat is zeg maar de... Shake it. Shake it too. Het schuimt ja. Was het eiwit? Jongens, het werkt echt... Oh, sorry. Hé jongens, het eiwit werkt goed. Het komt schuimplaatje op. Ja, dat hoort. Ja, dat hoor ik. Weet ik. Sommige mensen zeggen kip toch? Fuck, maar dat krijg je maar kip. Nee, ja, maar kip is op ei, lul. Ik kan ook salmonella. Ja. Nee. Ja, dat is wel zo, maar zover moet je niet denken. Jawel, jawel, jawel. Salmonella hallo, een kip die legt op een ei. Ja, dus salmonella is gewoon een baby kip. Ja. Nee. Oh. Het is geen baby. Nu ben ik niet meer. Ik ben vegan. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik zag hier ook al wat moet geen ijsje om te zien. Dat is wel lekker, misschien. Ja, doe maar wel. Oh, Ash, kun je dit niet? Deze. Gewoon eentje. Ja. Voelt heel goed. Oeh! Echt op vrouw, echt op vrouw. Even een beetje limoen in je mond. Oh. Oh. Wij hebben ook een beetje limoen. Mars? Jij hebt ook een limoen, we hebben allemaal limoen. Nee, ik hoef niet meer. Ja, even allemaal gedaan. Nee, jij bent stom. Ja, jongens, het is fucking lekker. Oh, lekker. Het lijkt net bier. Oh nee. Nou, ik weer. Oh, wat moet je zielen? Die ja, die is voor S mee. Die is voor S mee. Schudden, schudden. Ja, dit is goed. Dat gezicht er ook bij. Dat is echt top. Het is gewoon workout. Ja, dit is weer. Harder. Kom op, alsof je niet beter kan gewoon. Ik ben gewoon die cooktoe girl. Zo, woe! Ja, die is nog in de koelkast. Niet mijn schuld trouwens. Wat Oké, nu moeten we even bijschenken. We hebben toch die gewoon. Moeten we gewoon evenveel. Oh, je hebt een rare ding. Hey, die hoeft er dus niet in een zakje. Deze hebben nog een beetje schuim. Nee, 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 nee. Esje, wat had er juist aan? Wat dan? Dat hoort juist erin. Dat is de granaatappel. Jongen, granaatappel klinkt zo ook zo goor. Dit is de granaatappel, schat. Dit is de granaatappel. Eerlijk, ja, is het lekker? Yeah. Ja, dat snap ik, maar een passievrucht wil huid toch ook niet anders. Het is perfect. Het is perfect hoeveelheid ook. Ja. Ja. Dit was het. Doei. Doei. Ik kan het gewoon ingaan. Net zoals een passievrucht. Oh, ja. Maar dan gaan we fout. Nee. Zo, we zijn alle twee echt aardbeien. Ja, dat omdat we alle twee familie zelf zijn. En aardbeien op hebben. Oh ja. Jongens, dit is schimmel. Maar maakt niks uit. Oké. Jongens, dit is toch schimmel? Hoe zet ik het uit? Schimmel. Oh, ik ga het nog niet uitzetten. Jongens, dit is schimmel hoor. Nee, dat is geen schimmel. Oh. Dat is gewoon. Nou, het ziet er niet best uit.
Nee, dat is schimmel. Nee, zweer het. Dat is geen schimmel, ja, dat is vruchtenhart. Vruchtvlees. Okay. Nee, vrucht. Goedemorgen, ja, het is vandaag zondag. Ik ben helemaal gek. Dit ga ik allemaal weg, Tivia. We zijn net aan het ontbijten en we zijn weer aan het Unoa. Gezellig. Alleen, we moeten over 5 minuten of 10 minuten dit huis zetten. En we zitten hier echt aan tafel te Uno alsof er niks aan de hand is. Ja, we moeten gewoon niks beter doen hebben. Ging je nou bukken zo onder mijn arm? Ja. Maar wat gaan we nou... Nee, maar sowieso kunnen we, gaan we pas 10:30 weg. Want anders moeten we 1/2 uur buiten wachten. Ja, true. Nou, we zijn aangekomen bij de scooterverhuurder. We hebben een soort scooter, elektrische step scooters gehuurd. En dan gaan we scooteren! Dat, jongens, we hebben de scooters. Het is zo leuk. We hebben net al een rondje gereden, maar we hadden het koud, dus we zijn weer even een trui gaan halen. We zijn zo losers. Kun je goed vloggen? Op de scooter, jawel. Gaat het straks wel doen in, ja. Gewoon in de bos. Ja, in het bos gaan we van. Nou, we zitten op de scooter! Dit is zo mooi, jongens. Dit is echt leuk. Als je hierheen gaat, moet je dit echt huren. Dit is zo leuk. Nou, jongen, we zijn aan het scooteren. Het is zo leuk. Ik raad echt iedereen aan om dit te doen. Het is zo leuk om te doen. Echt fucking leuk. Het is ook heel mooi hier. Leg door gewoon. Oh, dit is knopen. Ik zit echt even, ik moet echt even schudden. Nou, jongens, ik weet niet wat er gebeurt ook, want wij zijn al bijna klaar om de tijd. Maar we zijn nog ineens op de helft van de route. Ja. Het is 10:50, tot 10:30 kunnen we. En ik was echt wel aan het politie. Dat is toch ook? Nee. Wel. Oh, ga van de kant dan. Oh, hè? Van Bakken. Oh nee. Zei ik net. Dat dacht ik. Ik dacht echt dat politie was. Oh, ik heb een buikkramp. Sowieso. Maar het is echt. We zijn nog eens op de helft van de route en we hebben de tijd is al om. Hoe kan dat nou weer? Ja, maar stel je zo echt gewoon voorbeeld doorrijden, dat je het ook niet hoor. Nee. Maar we konden niet harder dan 20. Ja, Esme, de scooter gaat maar 21, die van ons maar 30. Dus dat is wel jammer inderdaad, anders moet je moeten. Ja. Maar het is een goed excuus. Ja, dan we zijn klaar met scooterrijden en we hebben een niet normaal grote zak met McDonald's. What the fuck. Jongens, het is inmiddels al hartstikke laat. Ik heb helemaal niet meer gevlogd. Ik ben inmiddels bij mijn baby. En we gaan nu even op de scooter, want we gaan even naar zijn oma. Die moet even telefoon geven. Ik ben trouwens bij Stan. Ja, het was echt zo een leuk weekend. Echt niet normaal. Ik heb zo genoten. Het was zo gezellig. Ik ben alleen fucking moe nu. Maar het is best wel mooi weer. Dus ik dacht, we gaan even op de scooter. Even lekker naar buiten. Lekker. Ja. Naar buiten. Kijk dan, het is echt lekker weer nog. Zwoel avondje. Het is weer eens de volgende dag en ik heb de video niet afgesloten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je deze weekvlog leuk vond. Ik heb echt super erg genoten van het weekend en het was echt een super leuke week. Dus dat heeft me echt even goed gedaan. Vergeet ook niet te abonneren en notificatiebel aan te zetten. En dan blijf je altijd op de hoogte als je een nieuwe video plaatst. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!